Goedendag, welkom bij een nieuwe video van Analyst Pro over de recente koersontwikkelingen van het aandeel Pfizer. Pfizer was natuurlijk afgelopen maandag behoorlijk prominent in het nieuws door haar potentiële doorbraak samen met het Duitse BioNTech naar een potentieel coronavaccin. Dat is natuurlijk nog allerminst zeker dat het een werkend vaccin zal zijn. Maar goed, desondanks zet het wel de financiële beurzen afgelopen maandag behoorlijk in de plus. Wat eigenlijk opvallend was, dat de koers van het aandeel Pfizer zelf maar mondjesmaat bewogen. Dat reageerde maar met een klein plusje van wel amper 5%. Ging de koers van $36 naar $37 ongeveer. En dat is eigenlijk nog steeds in schil perspectief tot en met vergeleken met de grote beweging die we maandag op de beurs zagen. Dus dat, het is opvallend dat degene waar het juist om draait, Pfizer, dat die zelfs eigenlijk maar lauwtjes beloond werd op de beurs. We zullen kijken naar de historische rendementen van de Amerikaanse farmaceuten. We gaan nu voor naar de gemiddelde jaarrendementen in het Analyst Pro menu. U ziet hier de gemiddelde jaarrendementen van de aandelen wereldwijd. U ziet dat in 2020, dus dit jaar, het gemiddelde aandeel ruim 4% in de plus staat. Hier moet nog een dividend van een goede procent bij op worden geteld. Dus al met al toch eigenlijk weer een goed aandeeljaar. Met een plus van 5% dan netto, ongeveer. Grosso modo natuurlijk, want er zijn een hoop uitschieters en positief en negatief. Dat is vooral in de farmacie sector goed zichtbaar. Je ziet hier de pull-downs. We kunnen hier de diverse sectoren kiezen. We kiezen dan de farmaceuten. Je ziet de farmaceuten wereldwijd dat het gemiddelde rendement van de farmacie sector dit jaar goede 8% is. Er komt nog wel een klein beetje dividend bij, maar goed, dat is gemiddeld in de farmacie sector niet hoog. Dat is een defensieve sector bij uitstek, in ieder geval voor de bedrijven zelf, dat ze weinig geld uitkeren aan de beleggers. U ziet hier gemiddelde rendementen per jaar. We kunnen dit doorscrollen op wat de winnaars en de verliezers zijn. Als we op naar 2020 gaan, zien we hier toch wel echt weer heel veel bloedrode cijfers. Met aandelen die meer dan 90% van hun waarde hebben verloren dit jaar. Je ziet dat het vooral jonge bedrijven zijn, zoals Senestec, Novan, Cardax, Cambiola. Die hebben allemaal een hele korte koershistorie. Ja, dat waren achteraf natuurlijk hele gevaarlijke keuzes voor beleggers gebleken. Even kijken wat de winnaars zijn. Dan gaan we dezelfde lijst aflopend sorteren. Je ziet hier dat het Amerikaanse ProPhase Labs op 1 staat. Kiadis uit België, met de overnamebod natuurlijk, 450% gestegen. En zo scrollen we verder, we zien natuurlijk wel dat het kan vriezen, kan dooien in deze sector. Of er zijn heel veel positieve rendementen, of de rendementen zijn heel erg negatief. Het schiet bijna alle kanten op. Hetzelfde beeld zie je natuurlijk ook in de biotech sector, maar daar is het nog veel heftiger. In de farmacie sector zijn de uitslagen dus ook wel vrij radicaal. We gaan nu op zoek naar het aandeel Pfizer. Het staat niet bij de winnaars dit jaar, dat is natuurlijk opvallend. Dus we scrollen de lijst verder omlaag. Je ziet hier dat er eigenlijk vooral veel Franse en Duitse farmaceuten zijn die beursnotering hebben. In de meest rechte kolom ziet u, zoals ik zei, de rendementen dit jaar. En dan komt Pfizer nog niet eens voorbij. Er zijn natuurlijk veel Duitse en Franse die we vaak zien. Wat vindt ze bedrijven? Wat blijkt het? Aan de Pfizer staat zelfs op verlies dit jaar. Ik wil even de lijst verder doorlopen. Je ziet hier de winnaars en de verliezers nogmaals. Met aan de Pfizer komen we heel ver in de lijst pas tegen. Het aandeel staat dit jaar, we zien het hier, een goede. Bijna 7% in het rood. De afgelopen jaren waren wel vrij positief, gemiddeld gesproken. Maar ook 2019 was negatief, dus verloor het aandeel bijna 9%. Dus ook al is het heeft het aandeel een enorme doorbraak gemaakt, die volgens CEO van Pfizer zelfs een van de beste medische ontdekkingen van afgelopen 100 jaar kan zijn, staat het aandeel dit jaar toch nog bijna 7% in het rood. Zullen we nu kijken wat de buy-and-hold rendementen zijn geweest. Dus wat als je het aandeel x jaar terug had gekocht. Wat voor rendementen heb je dan nu? Ik zal er snel doorheen gaan. Niet te lang te maken. Ik ga direct weer naar de farmaceuten. Het geeft een wat getrouwer beeld. Je
zit hier de farmaciesector. Wat het hier betekent, dat als je in het gemiddelde farmaciesector aan nul was gestapt 10 jaar geleden, had je een rendement van 251% gemaakt. Dat is ook bij uitstek wel een sector die je eigenlijk met een ETF moet bespelen. Het gemiddelde rendement bijna 34% hoger hier zit hier staan. Dit zijn trouwens de aandelen wereldwijd. In het overzicht wat ik net liet zien waren de aandelen Europa plus Amerika. We gaan nu de vernauwing doen op land. We pakken de Amerikaanse aandelen erbij. Hier de Amerikaanse aandelen. Dan zal ik de lijst sorteren op de year-to-date winnaars en verliezers. Er zitten hier dezelfde uitslagen als net ongeveer. Nou, om het plaatje compleet te maken wat lange termijn beeld is, gaan we nu naar de verliezers waar Pfizer dus onder staat. Even opzoeken. Het is een hele rits staat van de, ook al is 2020 een farmaciejaar bij uitstek, heel veel bedrijven toch nog met hele dikke verliezen staan. En zo ook hier Pfizer staat het aan nul. We zien hier de 102 staan. Dat correspondeert met het kopje daar, de 10 jaar. Dus mocht u 10 jaar geleden het aandeel Pfizer hebben gekocht, heeft u een rendement van 102%. Er komt natuurlijk nog wat dividend bij, dus achteraf gezien een hele goede aankoop. De afgelopen jaren waren altijd wel goede instapmomenten voor aandeel Pfizer geweest. Alleen de afgelopen jaar, 2019, dit jaar, al met al, ondanks het mega succes van maandag, toch nog steeds een verlies op de borden voor het aandeel Pfizer. Bij de volgende video gaan we verder in op de andere sectoren.